De woningstichting Sekrepatu beëindigt per 1 juli de beheerswerkzaamheden van overheidscomplexen. Dit staat in een brief gericht aan de bewoners van de verschillende complexen. De reden voor de stopzetting is de onduidelijkheid die is ontstaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de projecten. De stichting heeft sedert 2011 een viertal beheer- en managementovereenkomsten ondertekend met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC. Volgens het contract moet Sekrepatu het leven en sociaal milieu van de overheidswoningcomplexen coördineren. Het gaat in deze om de woningen te Hannaslust, Leiding 1A, Waterland en Richelieu. De samenwerking tussen Sekrepatu en het ministerie van OWTNC is echter niet vlekkeloos verlopen vanwege onduidelijkheid aan de kant van het ministerie van OWTNC over het onderhoud van de bermen en trenzen. De stichting Sekrepatu heeft vaker brieven gericht aan het ministerie om hierin duidelijkheid te verschaffen, echter zonder resultaat. De woningstichting vond het daarom nodig het contract met de overheid vroegtijdig en wel per 1 juli te beëindigen. De stakeholders met name Suritrust en de Surinaamse Postsparbank, als ook het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zijn schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld.